Katwijk won eerder dit seizoen het thuisduel tegen GVVV met 2-0. Maar GVVV kreeg in die wedstrijd minstens zoveel kansen als de Katwijkers. Die voor het eerst met Jack van den Berg op de bank opereren. De man die een jaar of 12 geleden ASWH uit Hendrik Ido Ambacht landskampioen maakte. De eerste aanval is van Katwijk. De inzet van Damiano Schet. Adname. Voor GVVV dat een moeizame start van 2018 beleeft. Maar hier op voorsprong komt via Lahmoudji. Maar we zagen het handgebaar van scheidsrechter De Brito Rocke buitenspel geconstateerd door de assistent. Dat is niet goed gezien. Deze goal had goedgekeurd moeten worden. Het zou de 9e van Lahmoudji van dit seizoen zijn geweest. Maar het blijft 0-0. Dan bal niet weg, Essenboom en Adnan op terrein. Daar zit Van den Berg, de nieuwe trainer van Katwijk. Tweede van links. Brouwer is hem kwijt. Maar Adnan herovert en stuurt De Graaf weg. Jeremy De Graaf is snel. Kieboom aarzelt. De Graaf moet dit afmaken. Kieboom en nog een keer Kieboom. Lahmoudji en dan gaat hij er niet in. Katwijk mag van geluk spreken dat het bij rust 0-0 staat. Suzanne, balverlies. De Jong neemt over. Mulder is mee en De Graaf is mee. De Graaf moet breed leggen. Appelleert voor Hens. Dat lijkt me niet. De arm zat tegen het lijf van de verdediger van Katwijk. Geen controle nu bij Van Noord. Adname. Katwijk speelt bepaald niet als een koploper. De Leeuw. GVVV dringt aan. Danny De Leeuw. Simon Brouwer. Dit is mooi. Dit is de Scheggert. En dit is de 1-0. De dik verdiende 1-0 voor GVVV. Dat overigens met rouwbanden speelt vanwege het overlijden van erelid Jan Dietewig. Roy ter Scheggert, de kapitein met zijn derde van het seizoen, bezorgt GVVV de zegen. En Katwijk dus de nederlaag.